Voor de duidelijkheid, van beide kanten was het toen meteen, het gaat om meetrainen en niet een eventueel contract verdienen. Nee, precies. Dat is duidelijk, ja. Sta jij daar ook überhaupt niet voor open? Dat weet ik niet. Heel veel dingen spelen vooraf aan de beslissing. Maar zoals gezegd, echt blijf ik benadrukken, je kan alle vragen stellen in een hele andere directie. Ja. Het is echt conditie op peil voor mij, ja. Echt waar. Oude liefde roest niet, hè? Dat schijnt. Nee, ja. Ik ben blij dat ik even weer terug hier ben, dat ik hier terecht kan. En het is heerlijk. Je vangt weer gewoon met een hele frisse energie, fris gevoel vang je gewoon weer aan hier. En dat is leuk. Want jij was aan het trainen, volgens mij ook in het Kralingse Bos. Absoluut. Tony Villena, Rajiv van La Parra. Ja. En dan dacht ik ga nog meer oude bekenden opzoeken. Ja, nee, natuurlijk. Dat is leuk. Dat is leuk. Maar het is natuurlijk op een hele manier fit blijven. Als dat je hier in teamtraining kan. Zeker met het niveau en de intensiteit als je hier trainen, is dat zeker een meerwaarde voor mij. Hoe kwam het tot stand dat je hier nu bent? Ik vroeg om nummer van de trainer. En hem heb ik toen een belletje gegeven. En gewoon heel brutaal de vraag gesteld of ik hier terecht kon. En hij zei ook gelijk eigenlijk ja daarop, want hij zegt, je hebt gewoon kwaliteiten, dus het is niet zo dat je er maar aan aanhangt dan bij het team. Dus dat ik ook wel gewoon van waarde kan zijn tijdens de trainingssessies. En dat ik uiteindelijk gewoon, omdat ik zoveel jaren ook hier erop heb zitten vanuit de jeugd en in het eerste elftal, zei hij heel gauw ja. Wat je zegt, oude liefde roest niet. Ja, en voor de duidelijkheid, van beide kanten was het toen meteen, het gaat om meetrainen en niet een eventueel contract verdienen. Nee, precies. Dat is duidelijk, ja. Sta jij daar ook überhaupt niet voor open? Dat weet ik niet. Heel veel dingen spelen vooraf aan de beslissing. Maar zoals gezegd, echt blijf ik benadrukken. Je kan alle vragen stellen in een hele andere directie. Ja. Het is echt conditie op peil houden voor mij. Ja. Echt waar. Nou ja, maar het kan ook zijn dat je daarmee dus ook uitsluit van het is ook echt niet meer dan dat. Nee, of laat je dat ergens nog zweven? Nee, dat weet ik niet. Ja, zodra er wat speelt, dan gaat natuurlijk pas een ander gevoel ontwikkelen. Ja. Maar voor nu is het echt conditie op peil houden. Ja. Hey, want 4 jaar bij Mainz gespeeld. Ja. Behoorlijk hoog niveau daar aangetikt. Absoluut. Hoezo wilde je het daar niet verlengen? Want volgens mij was dat ook een mooie connectie. Nee, ik bedoel, ik heb daar 4 jaar op zitten inderdaad. En ik heb een heel andere soort manier van voetbal leren spelen. Ik speelde natuurlijk bij Feyenoord heel lang, Basel. En uiteindelijk heb ik altijd wel om de bovenste plekken mee gespeeld. En bij Mainz is dat een hele andere situatie natuurlijk. Ik ben ook wel op een andere manier natuurlijk bij Mainz terechtgekomen. De Bundesliga, zware competitie, andere speelstijl, andere positie voornamelijk ook natuurlijk. Dus ik ben qua speler ook wel doorontwikkeld, als toen ik hier wegging. En goede tijden gehad daar, ik kon verlengen inderdaad, maar voerde me rij voor een nieuw avontuur. Ook wat andere positie, hè? Dan ben je vaak... Hier natuurlijk als linksbuiten doorgebroken, als linksbuiten weggegaan. Ja. En daar heb ik maar 1 wedstrijd als linksbuiten gespeeld in de 4-4-2-formatie. En vervolgens gingen we over in een ander systeem waar ik op 10 terecht kwam en niet meer van het middenveld afgegaan. Wat wil je? Wat heeft jouw voorkeur qua het vervolgen van je carrière? En dan bedoel ik qua type competitie? Qua type competitie, daar sta ik best in open. Maar ik denk een droom van menig speler is de Premier League. En of dat gaat gebeuren zien we wel, maar dat is nog steeds wel de droom. Ja. En daar begint het mee toch? Dromen, ambities, wensen? Ja, zonder dromen geen, geen mooi vooruitzicht, absoluut. Ja. Hey, 1 ding verraste mij eerlijk gezegd nog wel. Er zit natuurlijk 4 jaar tussen. Mm-hmm. Maar de manier waarop je naar je laatste periode bij Feyenoord wegging was natuurlijk niet... Geen fijne manier, daar kunnen we duidelijk over zijn. En toch hier terugkomen. Er zit dus geen enkele wrevel bij jou. Nee, maar dat was toen ook al. Ik bedoel, ik kwam heel kort daarna al. Kom ik hier zelfs alweer op het trainingscomplex. En kon ik nog gewoon het gebouw in. Waren de mensen nog steeds heel blij met me. Ik bedoel, dingen gebeuren. Ik bedoel, je hebt ook niet altijd de beste relatie met je ouders. Maar op het moment dat jij weer aanklopt bij je ouders, zullen ze je altijd met open armen ontvangen. En dat was hier hetzelfde. Ze noemden me altijd kind van de club. En dat voel ik. Ik denk nog steeds dat ze mij eigenlijk nog steeds zo zien. Zelfs. Na inderdaad dat incidentje. Maar dat gebeurt. Feyenoord is een soort ouderlijk huis voor jou. Absoluut. Ik bedoel, een stukje naar Rotterdam-Zuid hier überhaupt. Dit was natuurlijk vroeger wel hele sluis daar niet van. Maar deze regio, dat is van mij... Ik was vaker hier dan in mijn eigen bed. Ja. Hey, tenslotte, je traint nu mee met deze groep. Ja. Heel veel nieuwe spelers, paar bekenden nog. Ja. Wat vind je van het niveau? Aardig niveau. Ja? Zeker ook als je kijkt naar de leeftijd. Zijn het heel veel frisse jongens, jonge jongens nog, die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd. Maar als ik dan zie met wat voor professionaliteit, toch wel enige volwassenheid ze al voetballen. Ja, dat heb ik een petje af, echt waar.